De wereld vergaat. Dat is niet te beschrijven, denk ik. Nou, 70. Toen met een maand of 8 dacht ik wel echt van, zij doet anders. De benen viel eigenlijk een soort uit, de arm ook. Ze bewoog het bijna niet. Als ze in haar stoeltje zat, ging ze helemaal keihard heen en weer wippen. Ja, wel meerdere ziekenhuizen af geweest om bij de eerste hulp te gaan vragen, willen jullie daarnaar kijken? Maar in al die ziekenhuizen, het waren er 3, die stuurden ons eigenlijk weg. Kijk dan hoeveel dingen er aan jou vastzitten. Echt heel veel dingen. Ja, en hier was de infuus uit je slagader. Ja, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Ook omdat ze je gewoon niet serieus nemen als jij zegt van, dat is het niet. Ik weet zeker dat er iets anders is in haar hoofd. Jij vond die meneer een beetje eng, maar dat was de held van de eeuw. Die heeft jou geopereerd. Ik denk dat iedereen gewoon voelt van, je moet nu iets ondernemen. Je weet gewoon als moeder dat er wat aan de hand is. Moederinstinct, ja. Het is wel eens vaker voorgekomen, maar nog nooit op haar leeftijd. En dat is eigenlijk voor ons echt wel jammer. Want daardoor hebben ze geen vergelijkingsmateriaal. Op een gegeven moment dacht ik, ga een marathon lopen. Waarom niet? Hartstikke leuk. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk ook voor een goed doel lopen. Want ik zag dan mensen met zo'n shirt. En dat moet dan natuurlijk wel het KWF zijn vanwege Brit. Ik zie het al bij mijn dochtertje. In een paar jaar tijd zoveel nieuwe dingen al ontdekt. Dat ze doen er gewoon wat mee. Je ziet gewoon dat het ook echt helpt. En dat is heel fijn om te zien natuurlijk. Ik ben door de hele straat gaan lopen en aan iedereen gevraagd of ze geld willen doneren. Zodat mama dat soort kan doneren. Iedereen wilde meteen meehelpen. Natuurlijk alle familie, iedereen wilde er iets aan bijdragen. En ik heb het gered, dus ik was helemaal blij. Je wil als ouders sowieso dat ze gewoon alles doen om jouw kind te redden. En dan denk je niet aan geld, maar achteraf denk je wel van zo, dat zal heel veel gekost hebben. Ja, en dan ben je blij dat het er gewoon is.